net een beestje op me gepoept. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar kreeg. Het was ook echt zeg maar een soort van mosterdkleur. Goedemorgen, ik ben even onder de douche gesprongen. Ik heb alleen mijn huid gewassen. Dat is wel een beetje stom. Ik had dus laatst, een tijdje geleden, had ik mijn morning routine opgenomen. En toen douchte ik eigenlijk nog vooraf in de avond. En soms in de middag, maar meestal in de avond. En de laatste tijd vind ik het juist veel lekkerder om in de ochtend te douchen. Omdat ik dan ja, gewoon lekker wakker ben door de douche. En ja, ik vind het ook wel fris. Om dan gewoon, want dan doe je schone kleren aan en dan ben je net lekker schoon, zeg maar. En ik was dan niet elke dag mijn haar. Maar dat vind ik nu wel een beetje stom. Want als ik straks een keer een avondroutine op ga nemen en daarin laat zien dat ik tegenwoordig niet meer in de avond douche, dan denken mensen ook van, dus je doucht niet in de morning, je doucht niet in de avond. Eeuw. Zeg maar, terwijl ik nu dus zeg maar echt een week na die morning routine of zo, sindsdien douche ik eigenlijk vooral in de ochtend. Dat vind ik zo stom eigenlijk, want dan had ik gewoon nu mijn morning routine kunnen doen. Maar ja, drama. Maar in ieder geval, dat. Het is hier een lekkere ding, sorry. En mijn batterij is bij de licht, dus ik ga mijn batterij even opladen, denk ik. En dan even de boel opruimen. Maar Jeff heeft gisteren al heel veel afgewassen. Dus daar ben ik heel blij mee. Hij heeft nog maar de helft overgelaten. En dat ga ik dan doen. Dus ik ga jullie even opladen. Jullie. En dan ben ik straks weer helemaal aangekleed en zo. En dan zie ik jullie zo. Oké, toch nog niet mijn make-up. Maar ik had me helemaal ongekleed. En toen dacht ik van, ik vind het wel heel erg zonde als ik een wit shirt aan heb. En dan chudrans ga persen. En dan sowieso wel een spetter komt of zo. Dus ik heb mijn werkkleding gewoon erom gebonden. Lol. So classy. Hiermee ga ik natuurlijk niet naar buiten, dat begrijp je wel. Ik heb chudrans geperst met citroensap en daarin bosvruchten diepvries gedaan. Die kun je hier een beetje zien. En appel, want die appel moest ook op. En ik heb voor het eerst het persapparaat van mijn moeder gebruikt. Mami, mocht je dit zien? Dankjewel. Die hadden we gekregen van hun. Hier heb ik nog een naaldje voor je Friese diabetes. Die liggen echt door het hele huis. Echt heel fijn altijd. Jef, ruim het op. Maar ja, daar ben ik heel blij mee. En die heb ik dus net gebruikt. En nu ga ik dit even door elkaar mee blenden. Ik heb hem ook al meteen afgewassen. Oh ja, hij staat natuurlijk in de kast. Dus ik heb hem net meteen afgewassen. Ik dacht, dat scheelt. Ik ga mezelf gewoon weer even aanwennen om 5 dingetjes af te wassen per keer of zo. Ik heb nu dan een bordje en dingetjes afgewassen. Ik heb echt een hekel aan de afwassen. Daarom doe ik het niet in één keer. Ja. En ik ga dit even blenden en dan gaat het in mijn, waar heb ik hem gezet? Mason jar. Ja. Yeah. Ik moet alleen nog een keer nieuwe rietjes kopen. Want ik vind deze zo kerstachtig. Ik vind ze echt lelijk voor nu met de zomer eigenlijk. Dus ik wil misschien of een rietje gewoon van glas. Of van iets anders. Maar daar moet ik nog even voor kijken. Dus let's blend. Et voilà. Le smoothie. Nou, ik wilde net naar buiten gaan. En toen kreeg ik een pakketje van mama. Of een sms van mama. Van je pakketje van de hoe heet ik weer? Keukenapparaat. Die keukenmachine die komt over 20 minuten. Dus ik was heel blij dat ik nog niet de deur uitgestapt was. En ik had net, oh, nou, waarom gaat dit niet zo dicht? Ja, fijn. En ik had dus een lange broek aan. Ik weet niet of ik dat laat, of ik weet niet of ik dat wel laat zien. Maar er was een lange broek met gaten erin. En toen kwam net de coureur die het pakketje kwam afleveren. Hier is het pakketje. Lekker groot. Ik hoop dat hij goed is. Ik ga hem eerst even openmaken. En die zei dus dat het, tenminste ik vroeg van wat voor weer is het? Kan ik zonder jas naar buiten? Zegt hij ja, je kan zelfs in bikini naar buiten. Dus ik denk oh shit. Dus ik heb maar toch een korte broek aangedaan. In plaats van een lange. Want blijkbaar zou dat dan anders echt te warm zijn. Ik zit zelfs te twijfelen of ik wel mouwen moet doen. Maar ik weet niet of ik daar nu te laat mee ben. Want ik loop al de hele middag met het shirt rond. Maar ja, dus ik ga in ieder geval alsters even aandoen. En ik ben benieuwd. En ik neem dan maar geen jas mee, denk ik. Hij zegt het. Dus, en hij liep zelf ook met korte mouwen. En hij zei dat hij zich helemaal kapot aan het zweten was. Dus ik heb nu eigenlijk wel zin om te zwemmen meteen. Maar ik vind ook altijd zo stom om dan in mijn eentje bij een meertje te liggen of zo. Maar ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga eerst even kijken of het apparaat goed is. Want ze zouden me een nieuwe opsturen. Dus moet ik eerst even kijken of het natuurlijk zo is. Want er is nog wel eens wat fout gegaan met deze levering. Want moet je nagaan, ik heb gewoon een jaar geleden, echt bijna precies een jaar, want op mijn verjaardag, toen ik mijn 21ste verjaardag vierde, dus dat is 30 mei, vorig jaar, en nu is het alweer bijna 30 mei. En 30 mei ben ik dus jarig. En
ja, toen heb ik dus dat pakketje gegeven van mijn ouders. En toen werkte het eerst steeds niet. Of ik wist niet hoe je ermee om moest gaan. En toen heb ik naar hun reparatie gedaan. En toen hadden ze hem beschadigd tijdens het vervoer. Dus ik hoop dat hij nu goed is gewoon. En als je mij trouwens een briefje wil sturen voor mijn verjaardag, dat kan. Ik heb van mijn netwerk Age heb ik een postadres. Ik moet niets meer sturen naar het oude postadres, want dat is nog van Mediacraft. En daar zit ik al een hele tijd niet meer bij. Dus ik zal even in de beschrijving het nieuwe adres, nieuwe postadres achterlaten. Oh, volgens mij is het wel een nieuwe, ja. En hij lijkt nu super groot, maar het valt wel mee. Dus ik ga hem even uitpakken en dan hoop ik echt dat het goed is. Volgens mij is hij gewoon nieuw. Ja, het is een nieuwe, ja! Super blij. Dus deze doos ga ik even in de hoek flikkeren en dan ga ik even snel naar de markt. Want ik ben er lang genoeg binnen geweest voor deze zomerse dag. Dus ik ga gewoon lekker naar buiten. Ik ga even mijn alsters aan doen en ben ik weg hier. Lekker naar de markt, lekker weer deze mand aanvullen. En mijn jas doe ik maar weer op de kapstok, want blijkbaar heb ik die niet nodig. En ik moet nog even deo op doen. Dat is misschien ook wel belangrijk op zo'n hete dag. Oh, ik ben zo benieuwd naar het weer. Ik hou van lekker weer. Ah, ik kan niet wachten om naar buiten te gaan. En ik neem jullie mee. Dit is de outfit van vandaag. Een rood broekje. Een donkerblauw shirtje. En zwarte alsters. Yay! Ik wilde eigenlijk naar de markt gaan. Dat ga ik ook. Maar ik ga eerst even naar Jeff. Want die werkt nog een half uurtje en ik wilde hem toch nog even gedag zeggen. Dus even naar Jeff toe. Nou, hoi. Ik zit hier alweer een tijdje. Er had net een beestje op me gepoept. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg. Het was ook echt zeg maar een soort van mosterdkleur die ineens... Zeg maar een heel klein mosterdstipje die ineens op mijn been was. Ik heb geen idee waarvan het is, want het is te klein voor een vogel. Ik weet ook niet wat het anders is. Maar er zat waarschijnlijk iets in de boom. Die mij wel als doelwit zag. Maar ik ging net... naar Jeff toe en we hebben besloten, want hij is om 3 uur klaar, dus dan moet ik nog even kijken hoor. Dan moet ik nog 5 minuten op hem wachten, dus dat valt wel mee. Ik zit hier alweer een half uur. En dan gaan we samen naar de markt, dus dan gaat hij bij mij achterop of hij gaat fietsen, dat is wel leuk. En gaan we samen even fruit en groenten uitzoeken en dan gaat hij echt naar huis. Dus dan kunnen we in ieder geval nog even gezellig samen naar de markt, dat vind ik wel heel erg leuk. En daarna ga ik... Ik weet het niet. Ik ga misschien gewoon een keer buiten liggen, denk ik. Want ik vind dit weer zo zonde om dan binnen te zitten. En ik moet morgen ook wel werken binnen, dus ik ga er gewoon van genieten. Dus, ja. Nou, daar is hij hoor. Yeah. Let's go to the market. Let's go to the market. Je bent echt veel te warm gekleed. Yeah. Kom en laat je overspoelen. We proberen een avond. Oh, wings, le wings. De magische wings. Hey, ik ken dit helemaal niet. Vlieg met ons door de lucht. Oh, de kracht van het licht is bij ons. Volg de magische wings. Vandaag in LVA. Luister, weet je waar we heen moeten? Wat zei je? Weet je waar we heen moeten? Ik weet niet waar we heen moeten. Ik ga even terug opzoeken. Oké. Hoi. We zijn nu onderweg naar de markt. En toen zagen we ineens Koolhaas banket en ijs. Dus ik kon die laten. Ik heb een citroen sorbet ijsje. Dus zonder melk. Ook eentje voor mij. En ik heb voor jou ook 2 bolletjes gekocht. Mango. Ja, oh, 2 zelfs. 2. Ja, lief hè. Dankjewel. Soms ben ik lief. Ik had hem eerst eentje beloofd, maar 2. No, 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 no. Nou, er is wel genoeg eten in huis voor de hele week. Sowieso, want ik had laatst met Jeff al een en ander bij de Albert Heijn gekocht. Namelijk, of dadels had ik bij Lidl gekocht. Of bij de... Lidl, was maar zo feest. Gaan ze waarschijnlijk goedkoper. Bij de Jumbo heb ik dadels gekocht. Die chips is nog aangebroken van Jeff. Deze chips heb ik gekocht. Wil je die nu eten? Ja, beter. Anders steel ik misschien je chips. Hier. Ik word zo'n vet zak, echt. Maar goed, en ik heb oatmeal havermout ingeslagen. Dus hier hebben we weer wat dingen van ingeslagen. En ik heb tomatenpuree en dat soort dingetjes. Ik heb kokosnoot speel gekocht, want omdat die er is, kan ik die dadels vermalen. Kan ik er energyballetjes van maken, daar heb ik zo'n zin in. En dan ga ik ze rollen in kokos shit. Kokos shit. En castorolie, ik las dat het heel goed is voor je wimpers. Dus
Dus dat wil ik proberen om mijn wimpers mee te behandelen. En mijn haar kan ik ook mee doen. En we hebben dus heel veel groenten gekocht weer. Bananen. Ja, ik koop ze nog heel erg groen, zeg maar. En de avocados zijn ook heel erg hard, zodat we er de hele week mee kunnen doen. Sinaasappels heb ik gekocht. Mango, die was een soort actie. En dan konden we mango erbij nemen. Ik ben normaal nooit zo'n fan van mango, maar op zich denk dat het wel lekker is. En Jeff houdt er heel erg van, dus die bewaar ik in ieder geval tot Jeff weer terug is. Aubergine, courgette, 3 meloenen. Eigenlijk wilden we er naar 2. Maar eentje ziet er niet zo heel lekker meer uit. Dus als ik dat stukje eraf snij, die mochten we dan gratis meenemen. Dus die ga ik waarschijnlijk of vanavond of morgen of zo eten. Druifjes heb ik gekocht, die ga ik waarschijnlijk vandaag al opeten. En paprika's, 2 rode en gele. Tomaatjes hebben we weer erbij gekocht. Sinaasappels en citroen hadden we al. Limoentjes hebben we nog bijgekocht. Nog een paar citroenen bijgekocht. Komkommers hadden we ook. En die ligt er nog één in de koelkast. Dus die hadden we niet meer nodig. En 5 avocado's. Want daar was dus ook een actie mee. Toen dacht ik, ja, ik hou gewoon van avocado. Dus houdt gewoon van acties. Laten we dat gewoon doen. Ja, ik hou ook van acties. Ik ben er echt gevoelig voor. Dat is echt heel stom. Maar altijd als ik dan bijvoorbeeld 1 leuk nagellakje zie, dan wil ik er meteen 3. Omdat er dan staat 3 halen, 2 betalen. Zo. Dan denk ik van, oh, ik moet het. Terwijl ik eigenlijk uiteindelijk goedkoper uit ben als ik er 1 koop. Maar dan denk ik, oh, dat is een koopje. Dus dat is echt heel slecht. Ja, 2 gebruik je dan bijna niet. Weet je. Ja, maar waarschijnlijk hebben ze dat soort koopjes ook gemaakt voor mensen zoals ik. En mayo hebben we ook ingeslagen. Dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Want ik heb er 2 voor inslaan gekocht, zeg maar. En toen heb ik er eentje gekocht toen wij naar de duinroof gingen. Want ik was toen mijn duinroof vergeten. Mijn mayo vergeten. Dus het komt erop neer. We hebben weer genoeg eten in huis. Voor in ieder geval een week. En vaak ook wat langer nog. Dus bijvoorbeeld die sinaasappels en die komkommers zijn ook nog van vorige week. Dus. En nu ga ik Jeff wegbrengen naar het station. Dat had ik beloofd. Met de fiets. En daarna ga ik misschien nog naar de Lidl. Dat ligt eraan hoe laat het is en of die nog open is. Dus ik kan wel leuk naar de Lidl gaan. Maar als die dicht is, dan heb ik daar niet zoveel zin in. En dan zie ik jullie straks weer. En dan ga ik denk ik gewoon chillen op het gras. En ik denk dat ik onderweg even alvast die druifjes meeneem. En die ga ik dan eten. Dus ik heb al een beetje trek. Maar ik heb nog niet echt middag eten gehad. Het is volgens mij nu alweer 4 uur. Wat heb ik gegeten vandaag? Dat vraag ik aan jou, maar jij was er niet eens bij. Wat? Ik weet niet meer wat ik gegeten heb vandaag. Oh, ik heb een smoothie. Smoothie. Ik zeg nu smoothie, omdat ik anders commentaar krijg. Smoothie. Laat ik gewoon mezelf zijn. Smoothie. Ik heb 2 smoothies gegeten. Gedronken. Ja, gegeten. Ja, gedronken. Goed verhaal. Goed verhaal. En dus ik ga nu even die drijfjes naar binnen jassen. En dan ga ik straks even iets anders eten. Maar dat zie ik zo. Nou, ik ga je maar wegbrengen, hè? We hebben genoeg van je voor dit weekend. Dag. Dag. Nou, ik heb Jeffrey niet meer helemaal naar Zuid gebracht, want ja, hij zei van, oh, ik zet me maar bij de bushalte af. Want we dachten dat de Aldi misschien, of dat de Lidl misschien sneller dicht zou gaan. En ik haal altijd de Lidl en de Aldi door elkaar. Maar ik hoop dat er nu veranderingen komen, want ik ben net bij de Lidl geweest. En ik kon er echt helemaal niks lekkers vinden en zo. Dus ik heb nu opgezocht en ik ga helemaal fietsen naar de Aldi. Want die hebben dus wel, heel veel veganistische dingen. Maar echt heel veel sinds kort. Zelfs dus chocoladeijs. En die wil ik zo graag uitproberen. Zeker nu het zo lekker weer is. Dus ik ga die gewoon kopen. Het is natuurlijk niet gezond. Ik wil natuurlijk afkicken en zo. Maar ja, tot nu toe is het gewoon niet echt een gezonde week, laten we het maar zeggen. Het is echt heel slecht. Oké, nadat ik het ijs gekocht heb, zal ik rustiger aan gaan doen. Maar trouwens, ik kan het ijs ook gewoon in de vriezer laten als ik een keer doorzettingsvermogen heb. En dan beloon ik mezelf als ik hard gestudeerd heb of zo. Of zo. Misschien gaat die bak vanavond al op, ik heb geen idee. Het is echt, mijn voorhoofd wordt er niet beter op. Jeff zei net ook al dat ik een hele grote puist in mijn hoofd had. Gaat goed. En gaat fout. En ja, ik ga nu dus naar de Aldi fietsen. En ik hoop dat ze daar dus, ja, dan moeten ze wel goede dingen hebben. Want ik ga altijd met mijn moeder naar de Aldi. En dan sla ik altijd in. Want ik dacht dat we geen Aldi in de buurt hadden. Maar op zich, het is lekker weer. En wow, ik dacht even dat een wesp me wilde steken. Op zich is het lekker weer. En ik heb het er wel voor over om even naar de Aldi te fietsen voor chocoladeijs. Want dat ijs was zo lekker. Kokos chocoladeijs. Veganistisch natuurlijk. En ik ben benieuwd hoe duur het is. Zal wel niet zo heel duur zijn bij de Aldi, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd. En
on my way. Oh my god, kijk, ze hebben hem. Kokos ijs choco en ze heeft een nieuwe smaak. En ik denk dat ik ze allebei koop. En ik neem ook kokosmelk mee. No, 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 no. Ik weet het, ik heb heel veel opgeschept. Maar ik ga het ook niet in één keer opeten. Maar ik denk dat ik wat ik over heb, ga ik gewoon bewaren. En aan de andere kant, ik heb wel weer heel erg trek. Dus wie weet ga ik het wel allemaal opeten. I can be a vreedzak sometimes. Dus tot zo, ik ga buiten zitten. Nou, ik heb net buiten lekker in het zonnetje gezeten. En nu ga ik video editen. En het is nu... Want ik wilde eigenlijk nog langer zitten buiten. Maar het is nu iets van 7:30, 7:45, zoiets. Ik moet eigenlijk achter mijn bed in liggen. Omdat ik natuurlijk morgen weer moet werken om 6:00. Dus vandaar. Dus ik ga nu een video editen. Ik sluit daarom hier al bij al de vlog af. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond vandaag. Ik vond het heel erg leuk vandaag. Dus vergeet even geen duimpje achter te laten. En hopelijk zie ik je morgen weer. Dus tot morgen. Doei!